Ik ben Pavion Rudolph van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die ik als Brokopondo Attorney. Ik sta op dit moment hier op de Apura, waar we een training hebben verzorgd aan ondernemers. We zijn naar hier toegekomen om deze training te verzorgen aan de ondernemers, omdat we graag een handje willen helpen als ministerie om deze ondernemers dan succesvol te maken. Konja, voor taknanga onu, voor prata kennis zou abina onu, maar ook voor tak abra de mogelijkheden, sande via een ministerie, fuka guma anu, fika chara business fi waka. De meeste smaja hebben mooi geweldige ideeën, maar de nomas, ze kunnen niet van de grond, de nomas start. En zij de nomas start omdat gebrek aan financiële middelen, moni no de. De meeste van ze hebben al een bedrijfsidee, maar dat in ontwikkeling brengen, dat kilt ze nog. Dus we hebben gezien dat we daar nog moeten gaan, we moeten met ze gaan werken. We moeten met ze gaan zitten, hoe ze dat in kaart moeten brengen. Onder andere het omzetten van je bedrijfsidee in een bedrijfsplan op papier en hoe je dat gaat uitwerken. Het doel van de training was om ze wegwijs te maken in het ondernemen. Hoe je onderneemt, wat je als obstakel krijgt. Wat de risico's zijn. Als je denkt, ik wil iets beginnen, wat hebben die mensen nodig van deze omgeving? Wat geven we ze terug voor wat ze gaan betalen? We hebben gezien dus dat er veel in ze zit. Ze zijn welwillend om te leren. En dat is in feite al een pluspunt. Verder kun je zeggen dus dat ze die know-how nodig hebben. Want soms denk je dat je in de juiste richting bent, maar je hebt sturing nodig. Ik ben Jacqueline, bekend als Jacqueline. Ik plant. Mijn streven is om kasrippen te maken. Met deze training heb ik geleerd hoe ik mijn budget in elkaar moet zetten. Hoe ik mijn winst kan berekenen, mijn verlies en zo dingen. Dus daarom ben ik heel blij met deze training. Mijn naam is Gwendoline Simon, 12 jaar sinds met de Aroko, Akrefroko. Nu, mi wango moro fara, voor doe een moro boom. En sami shitak mi abo kref shop nodig. Maar a training wel, mi leer tak oké, fa mi moest doen mi sam moro boom. Lek fa, de leer uno tak fa, nu, mi moest put mi sam moro boom, setting moro boom. Omeni moni mi spen, fo bij mi materiaal. We hebben noter alles aan je, ja, en mijn uitgaven ook toe, zijn aan mijn wens ook toe, dat we moeten doen nu. Nu hebben ze zelfs aangegeven dat ze na die training dat ze toch een stukje wijzer zijn geworden. Maar natuurlijk hebben ze nog die begeleiding nodig van ons. Maar ze zijn in ieder geval een stapje dichterbij gekomen richting succes, om het maar zo te noemen.